Welkom allemaal bij de eerste van drie avonden over de Amsterdamse Architectuurprijs en de 10 genomineerde gebouwen voor 2024. Als altijd begint dat met een enorme verzameling gebouwen, 100 gebouwen, 125 gebouwen zo per jaar, die we dan terugbrengen tot ongeveer 25 gebouwen. Die gaan we allemaal bekijken. Minimaal twee personen gaan er echt goed kritisch naar kijken, samen met de programmaraad, met Arkam, nog een aantal mensen. En dan kiest uiteindelijk de programmaraad van Arkam, en als het goed is hebben we er ook ergens een beeld van de 8 mensen die verantwoordelijk zijn voor de nominaties van deze 10 projecten. Dat ben ik. Eentje verder nog. Heb je nog een volgende? Die zoek ik. Dit is de programmaraad. Ik heb ze graag in beeld, want het is superbelangrijk. Een groep mensen die op verschillende plekken in de stad en in de bouwsector meedenkt over en actief is in de architectuur, de stedenbouw en wat de stad zoal bezighoudt. Zij kiezen 10 genomineerde projecten, of zij nomineren 10 projecten. En die worden dan bezocht op één jurydag door een vakjury en een publieksjury. En achter de bus waar die twee juries in zitten, daar rijdt de legendarische tweede bus achteraan. Veel mensen in de zaal zullen hem nog herinneren. En die zit vol met allerlei andere mensen uit de stad die op een of andere manier betrokken zijn bij het bouwen en de architectuur in de stad. En die kijken ook. En in de drie pakhuisavonden, waarvan dit de eerste is, nemen we door wat voor een soort gebouwen dit zijn. Wat dit eigenlijk vertelt over de stad. Wat voor een tendensen we kunnen ontleden. Welke innovaties we zien. Allemaal dat soort zaken. En dat gaan we dus vandaag ook doen. We hebben vandaag 3 kantoorgebouwen bij elkaar gebracht. Die alle 3 een heel bijzondere opvatting hebben van duurzaamheid. En die gaan we nu aan jullie voorstellen. En het eerste gebouw wordt gepresenteerd door Erik Roerdink van de Zwarte Hond. Alliander in het westelijk havengebied. Een duurzaam hagelnieuw kantoor. Dankjewel. Erik. Ja, ik ga wat vertellen over ons ontwerp voor Alliander in het westelijk havengebied. Je ziet hier een filmpje voorbij komen. Het is een bijzonder gebouw, helemaal van hout. Kijk. Je kunt met nu beginnen. En het plan gaat eigenlijk terug al een hele lange tijd. Dit is het Amstelkwartier. De Spaklerweg, waar Alliander al een hele tijd gevestigd is. En dat is best wel een bijzondere en mooie plek in de stad. En dat wordt gaandeweg nu getransformeerd tot een woningbouwlocatie. Dus al vrij snel kwam Alliander met de gemeente Amsterdam in gesprek van kunnen wij Alliander naar een andere plek verhuizen, zodat we deze plek kunnen ontwikkelen tot een mooie woonwijk. En wat je hier ziet eigenlijk is dat dit is echt een werklocatie voor Alliander waar ze kunnen werken aan het hele energiegrid. Dus je ziet een aantal grote dichte hallen waar allerlei materialen liggen opgeslagen. Je ziet een groot buitenterrein met allerlei materialen en je ziet een aantal kantoorgebouwen. En al die gebouwen staan hier nog wat los van elkaar. Er is een grote opleidingsfaciliteit in die dichte dozen. En dat is niet echt een heel inspirerende, gezonde werkomgeving. Dus de opdracht voor ons was ook om op de nieuwe locatie een plek te maken waar iedereen zich thuis voelt. Of je nou in het kantoor werkt of dat je een elektrotechnisch monteur bent die in de stad Amsterdam werkt. Voor iedereen moet het een thuis zijn. En vandaar ook dat alle gebouwen, het kantoorgebouw, het opleidingsgebouw, maar ook het parkeren en de grote werkhal waarin ook een laboratorium zit, allemaal in één samenhangend ensemble ontworpen zijn. En het hoogste gebouw is een plek waar veel kantooractiviteiten plaatsvinden. Daar zitten heel veel vloeren met kantoorruimtes. Maar bijzonder in de plint en de eerste verdieping van dit gebouw, dat zijn alle opleidingsfaciliteiten voor nieuwe collega's. Er is een schreeuwend gebrek aan nieuwe monteurs, aan mbo-geschoold personeel. Dus het moet ook een heel inspirerende technische omgeving zijn waarbij nieuwe monteurs worden opgeleid.
En midden in het gebouw, op de grens tussen de opleidingsfaciliteiten en het kantoordeel, daar is het restaurant, het centrale onderdeel waar iedereen elkaar kan ontmoeten, waarbij die samenwerking ook onderling kan plaatsvinden. En bijzonder aan het gebouw is dat het helemaal een houten constructie heeft. Dus het hele gebouw bestaat uit houten kolommen, uit houten liggers en uit houten vloerdelen. Niet alleen is die houten constructie heel goed voor het klimaat, heel goed voor een gezond interieur, maar we hebben het dus ook zo ontworpen dat het bestaat uit kolommen, uit een royale hoogte, waardoor het ook heel vrij indeelbaar is. Dus in de loop der tijd kan Alliander het gebouw ook heel goed aanpassen. En dat kan bijvoorbeeld ook, wat je hier ziet in deze schets, door de installaties die door het hele gebouw lopen als een flexibel grid, waardoor dat heel goed aan te passen is in de loop der tijd, en daar op verschillende manieren op aangeplucht kan worden. Dat maakt het gebouw niet alleen heel gezond en een positieve impact hebben op het klimaat, maar ook nog eens heel adaptief, waardoor het op de lange termijn ook heel lang kan blijven staan en aangepast kan worden. Dus dat zie je hier ook, hoe die installaties tussen de kant-en-klare houten vloerdelen liggen, die ook een goede akoestische werking hebben. En daarmee ook een heel erg mooi passen bij die industriële uitstraling van Alliander. Het is helemaal een houten gebouw en dan moet je ook een heel lichte gevel maken. Dus waar we hiervoor gekozen hebben is passend bij die industriële activiteiten, maar ook die industriële omgeving van het Westelijk Havengebied, een kortenstalen gevel waarbij die verticale finnen zorgen dat het geluid en ook de vuile omgeving buiten gehouden wordt en waar langs groen tegen de gevel op kan groeien. En dat groen dat komt straks op meer plekken terug. Dit is het grote opleidingsveld, een soort museum van alle transformatoren die in Amsterdam voorhanden zijn. En dat leren is heel erg gekoppeld centraal in het plan. Nou, hier zie je de werkplaatsen en magazijnen waar ook 30% van alle gevels uiteindelijk zal vergroenen. En waar heel veel ruimte is ook voor daglicht in het gebouw. Dus die schuine zaagtanddak die zorgt ervoor dat vanuit het noorden heel mooi het licht het gebouw vinden valt. En op de schuine delen het gebouw helemaal vol ligt met zonnepanelen. Waardoor het hele gebouw energie-neutraal is samen met een WKO-installatie. Hè, de energie die we ook uit de grond halen. En is eigenlijk dus ook de activiteiten die in deze hallen plaatsvinden net zo belangrijk als het werken op het kantoor. En daarmee hopen we eigenlijk een inspirerende plek te maken dat Alliander nieuwe monteurs en technici kan opleiden waar een schreeuwend tekort aan is. En dit echt tot een plek te maken waarbij iedereen er voor Alliander ook bij hoort. Dankjewel. Dankjewel, Erik. Eén vraag, de vraag waarvan je wist dat die zou komen. Gewoon omdat we uiteindelijk toch allemaal in een spannende race zitten om de grote prijs. Waarom dit project? Waarom moet dit project winnen voor jou? Nou, ik ben eigenlijk heel trots op dat we hier een project gemaakt hebben wat heel erg past bij de energietransitie waarin we in zitten. Waarin we heel erg rekening moeten houden met het klimaat, daar goed op willen bouwen. En dat we hier ook een gebouw hebben gerealiseerd wat ook aanpasbaar is in de toekomst. Dus eigenlijk in plaats van gebouwen maar uit elkaar te willen halen op de lange termijn, willen we hier een gebouw maken wat net als de Amsterdamse pakkenhuizen nog 100 jaar kan blijven staan en steeds maar een andere functie kan krijgen. En wat was voor jou het allerleukste om aan te werken als architect, om aan te knutselen en te puzzelen? Ja, dat hout. Dus hoe we daar samen met de constructeur alle verbindingen hebben ontworpen, het samengaan van de kolommen, de vloeren. Ook het moeten innoveren, omdat het ook veel voor ons architecten nieuw is om met hout te werken op deze wijze. Ja, dat was echt heel erg leuk om te doen. Leuk. Dankjewel voor je presentatie. Ja. Erik Roerdink, Zwartholm. Het volgende kantoor wat we gaan bekijken, en misschien is het inderdaad handig om eerst het filmpje te bekijken en dan zal ik ondertussen er heel kort iets over zeggen. Het Zandkasteel, het voormalig hoofdkantoor van ING aan het Bijlmerplein, werd in 87 ontworpen door Albert en van Huut. 1979. Kijk, toen werd het ontworpen en in 86, 87 opgeleverd. Kom er maar bij, Max, want jij weet het natuurlijk veel beter dan ik. Want 30 jaar later stond jij hier weer voor dit gebouw en heb je het getransformeerd. Max van Huut, hartelijk applaus. Samen overigens
Samen met Aan de Amstel, architect. Nou, ik heb maar 5 minuten, maar ik maak toch 8 minuten van. Ik zie daar inderdaad collega's aan de Amstel van Burgers, mevrouw Liesbeth. Ik zie ook mijn voormalige collega Hans Eikelenstam. Ik weet nog of Dino in de zaal zit. Iemand van Dino, interieurjongens die ook aan meegewerkt hebben. Maar goed, mijn opdrachtgever komt vandaag aan het woord. Nee, in 19, even kijken, waar moet ik op drukken? Het rechterknopje, ja, en iets dichter bij de microfoon. Oh ja, dat was het geloof ik. Dat is heel belangrijk, een beetje ervoor. Ja, ja, techniek is ook wel belangrijk. Kijk, heel goed. Alhoewel, het gaat niet alleen om techniek in het leven. Hè. Het gaat ook om andere dingen. Nou, we willen je wel graag verstaan. Even kijken, moet ik op deze drukken? De rechter, probeer hem maar even en dan zie je het vanzelf. Op de rechter. En anders, Luna, kan jij misschien doordrukken? Oh, de middelste. Waar kan ik naar kijken? Ja, nou ja. Jij hebt links een scherm. Dat is niet te lezen voor mij trouwens. Dat. 1979 kregen we de opdracht. 1987 geopend. En een van de belangrijkste dingen was vanwege de oliecrisis om een duurzaam gebouw te ontwerpen. Flexibel gebouw. Wat uitkomt naar een mensvriendelijk gebouw. We waren geweldige opdrachtgevers. Alle lof vooral naar de opdrachtgevers toe. En nu natuurlijk Bornham Zadelhof. En ja, wat natuurlijk bijzonder is, wat ik net ook verhoorde, dat nu wordt het gebouw vergeleken met circulariteit. Over 10 jaar weer een ander woord bedacht. Wel heel interessant, dat soort dingen. Maar het gaat gewoon, denk ik, om gebouwen te ontwerpen wat je inderdaad kunt veranderen. Maar wat belangrijk is, time changes, DNA remains. Dus dat je probeert de ziel van een gebouw te handhaven. Is gelukt, dankzij de opdrachtgever en vele anderen die eraan gewerkt hebben. Ik had gelezen dat in een stukken van jullie dat hoe ziet de groene architectuur eruit in de kantoren? En ja, natuur is ook een van de belangrijkste dingen in het leven. Duurzaamheid. Techniek vind ik nog steeds wel erg belangrijk, maar dat vind ik eigenlijk ondergeschikt aan schoonheid en aan liefde. Want de hele binnenstad van Amsterdam, ach, zou je kunnen afkeuren, de grachtengordel. Maar het is nog steeds een van de mooiste, liefdevolle plekken. En waarom gaat die nou weer niet? Tuurlijk, wij liepen daar ook toen met de vakjury, waar ook andere mensen bij, die dachten van, er is niks gebeurd. Alles ziet er gewoon netjes uit en er is niks gebeurd. En ik dacht, ja, ja, zeker een hele goede botox of zo. Maar als je dit plaatje ziet, dan is het toch... Er is heel veel gebeurd natuurlijk. Ontzettend veel is er gebeurd. En ook alle lof natuurlijk naar de aannemer. Je ziet hier... Ik zie trouwens ook iemand van de school. Althans, Linda, die heb ik even niet genoemd. Ook betrokken bij dat project. En hier zijn ze met plafonds bezig. Natuurlijk is veel gebeurd. Ook van gas naar elektrisch. Daar kan Robert wat over vertellen, vind ik eigenlijk... Het minst belangrijkste wat ik al zei. Nogmaals, ik vind het echt belangrijk, maar wij zijn proberen als architect toch met schoonheid en liefde. Dat is voor mij het meest duurzame. Ik praat ook over een duurzame relatie als je van je vrouw of van je kinderen houdt. Dus de kunst is om gebouwd te ontwerpen waar mensen van houden. Zandkasteel, hier heeft Didok natuurlijk ook veel aan gedaan. Helaas zit ze niet in de zaal. Zijn thema's, deze straat, ligt op 5 meter boven Maaiveld. U ziet de binnenstraat er lopen. Links, wat nog niet op deze teken te zien is, daar is de school, internationale school. En u ziet dan verschillende thema's bij de files. Hier ziet u, links ziet u de studieruimte, althans het leerplein heet dat. Rechts ziet u de creatieve plein. En hier ziet u, u kunt ook daar ruimte huren in een van de events, files. Dan kun je heerlijke maaltijden organiseren. Dat is ook best wel, voor mij is dat best wel heel duurzaam dat je daar heel veel dingen kan doen. Het is gewoon echt een levende stad geworden, vind ik wel heel bijzonder van de opdrachtgever. Dat ze dus niet alleen maar woningen hebben gerealiseerd, maar echt die combinatie van mixed use. Dus je kunt daar, ja, je kunt schilderen, je kunt yoga kun je doen. Zoals komt er een mooie dakterras waar je kunt trouwen of yoga dingen kunt doen of mooi kunt zingen. Dit is Cassielle, bij sommigen misschien wel bekend. Die geeft ook prachtige events in die eventruimte. En bijkomend, maar wel leuk voor haar, is dat de akoestiek heel perfect is. Dan komen er al die schuine gevels.
We hebben allemaal geleerd hoek van inval, hoek van uitval. Als je blokkendozen maakt, dan heb je toch veel meer last van resonerend geluid. Maar dit gaat heel goed. En even kijken, moet ik weer harder drukken. Ook zo'n bioscoop staan ze in, een voormalige auditorium. Althans, een klein auditorium van toen destijds ING. En er zit nog een bioscoop, de BIOS. Ook prachtig, gewoon mooie films draaien ze. En vooral die integratie ook met stadsdeel Zuidoost. Dus je ziet ook heel veel, ook wel leuk eigenlijk, Surinaamse mensen. Zo. Dus het is ook echt een gebouw voor de buurt. En dat vind ik hier ook, een relaxplein. Dat doet fantastisch. Het klinkt allemaal een beetje, ja, moet ik zeggen, gewoon. Maar natuurlijk fantastisch dat je daar gewoon tussen meer dan mensen op zo'n ding ziet, oefeningen ziet doen. Dus het is meer dan alleen maar werken. Ik vind eigenlijk ook, werken doe je. Maar je doet ook andere dingen. En dat vind ik eigenlijk zo bijzonder dat zo'n opdrachtgever ook wel de lef heeft gehad om dit soort dingen toe te laten. Die CBK, de culturele, wat is dat, de museum, of nee, expositie, beeldende kunst, culturele beeldende kunst van Centrum. Ja, dit is dan een van de expositieruimtes, zelfs van Wonen. Ik heb het op laten zien. Ik heb niet echt toestemming gevraagd, maar ik vond het toch wel leuk om die te laten zien. Alle maquettes van Wonen zitten in de voormalige kluis. Dus die kluis is ook in gebruik genomen. En inmiddels zit Douwe Egbers erin. Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel heel bijzonder. Tuurlijk valt er heel veel. De appartementen. En iedereen dacht van ja, zo'n appartement kun je geen appartement. Of zo'n werkvloer, 43 van die werkvloers erin. Kun je geen appartementen maken, maar ook dankzij aan de Amstel architect is het ook gelukt dat we hier toch hele mooie appartementen in hebben kunnen maken. Van 40 vierkante meter, de grootste volgens mij 103 vierkante meter. Huurprijzen. En het kan allemaal. Het kan allemaal. Als je maar zo ontwerpt, waarvan men in aanvang denkt, het kan niet om daar appartementen te maken, maar het lukt. Ach, er is overal. Alles is mogelijk in deze wereld. Alles, maar ook echt alles. Zonder beperkingen. Deze ook, zo wel een bijzonder, ook zo'n appartement. Mensen zijn ook blij. Ik weet nog wel, toen, ik kom nog regelmatig, maar toen de eerste bewoners er zaten, toen zat ik er 's morgens om 8 uur vanwege afspraken. En dan zie je een dame nog in een penoir zien naar buiten lopen. In een voormalig bankgebouw. Met een plastic tasje en een hondje sloffend naar de winkels die om 8 uur opengaan. Dat is eigenlijk best wel bijna ontroerend, moet ik zeggen. Nou, ik kan daar ook werken. U ziet, ik ben hier gewoon lekker aan het knutselen. De kantoren. Ja, het zijn natuurlijk, niet omdat wij dat nou hebben ontworpen. Maar het gaat vooral om die opdrachtgever die toen destijds en nu ook weer de lef heeft om echt uit de box te denken. Echt uit de box te denken. Ook weer een van de kantoren. Voormalig restaurant was dit. Nu kantoren. Ja, we hebben ooit een schets gemaakt, volgens mij was het 2017. Toen hebben we met tof voor elkaar gekregen bij Monumenten Zorg dat we die arcades mochten dichtmaken. Omdat we dachten, op Maaiveld komt vast een horeca. En dus arcades hebben we dichtgemaakt. En waarom? Dat die horeca meteen die deuren kan opengooien. En dan zijn we op mooie zomerse dagen, zoals nu, dus op het plein kan zitten. Dat was het eigenlijk in een nutshell. Schitterend. Dankjewel Max. Hartelijk applaus. Voor jou ook de vraag natuurlijk. Met hart en ziel aangewerkt, denk ik. Zowel 30 jaar geleden als nu. In een totaal andere context. Maar toch ook weer met nog steeds dezelfde mindset, stel ik me zo voor. Waarom is dit een project wat voor jou moet winnen? Ik zeg, mensen vragen dat wel eens, dit. Ik zeg altijd, dat meen ik even uit mijn hart. Het gaat in eerste instantie om de opdrachtgever. Kijk, wij zijn dienend. Hè? Ik bedoel, we zijn geboren met iets. Ja, daar heb je dan kennelijk aanleg voor gekregen. Maar wij zijn dienend. Maar ik vind met name dat het gebouw het verdient. Het gebouw. Het gebouw is voor mij altijd... of je nou in een lelijk gebouw komt of in een mooi gebouw. Een gebouw doet iets met je. Net als je een boek leest. Een mooi verhaal, dat doet iets met je. Maar als het niet zo'n mooi verhaal is, doet ook iets met je. En dit gebouw doet ook iets met je. En ik vind dat het gebouw het verdient. Niet ik. Opdrachtgever mag het zeker verdienen. Maar het gebouw. Voor mij is nogmaals een gebouw een levend organisme. Dat is, dat vind ik een stukje natuur.
En als mensen dan zeggen, het lijkt wel alsof er niks veranderd is. Heb jij ook dat gevoel dat je als architect niet veel gedaan hebt in deze fase? Of denk je juist, ik heb eigenlijk misschien wel meer gedaan dan 30 jaar geleden? Ik vind het eigenlijk, kijk, je kunt het als twee dingen opvatten van... Of ze kijkt niet goed, die dame, zo kun je naar kijken. Of je denkt bij jezelf, eigenlijk wel mooi. Er is jaren aan gewerkt. En iemand ziet niet dat er jaren aan gewerkt is. Ik bedoel, dat is bij mensen ook zo. Dan kom je iemand tegen na 30 jaar en denk je van, wow. Ja, je ziet niet wat er gebeurd is, maar die persoon is gegroeid. En dat vind ik eigenlijk met dit ook zo. Dat, tuurlijk heeft het opknapbeurt gekregen. Hè. Dingen zijn geschilderd en zo, schoongemaakt. En nogmaals, ik vind het een compliment als mensen zeggen van... het lijkt wel alsof er niks gebeurd is. In stilte werken, onzichtbaar is eigenlijk het mooiste. Dankjewel, Max. Hartelijk applaus. Het derde project is ook een kantoorgebouw. Ook vanuit een duurzaamheidsvisie ontwikkeld. Maar weer totaal anders. Het Tripolis-complex langs de A10. Oorspronkelijk was een deel daarvan ontworpen door Aldo en Hanny van Eyck. En inmiddels omgebouwd tot eigentijds kantoorcomplex. Gijs Rieke van MVRDV. Mag ik een hartelijk applaus. Goedenavond allemaal. Even zien of dit beter werkt. Ja. Ik ga u proberen mee te nemen in het complexe verhaal dat Tripolis Park heet. En de geschiedenis die daarachter zit. Ik heb iets meer slides. Ik heb iets meer snelheid misschien daarom ook meegebracht om er daar doorheen te komen. Maar ik ga kijken of ik dit verhaal met jullie kan delen. Tripolis Park, zoals het inmiddels heet. Maar om terug te gaan naar het begin van dit verhaal moeten we terug naar het moment waarop het Tripolis heette en het er nog zo uitzag. Tripolis, een stad uit drie delen, hier de drie gebouwen zichtbaar van boven. Ontworpen door inderdaad Aldo en Hanny van Eyck, uiteindelijk in de jaren 60. Aldo, bekend, grondlegger, een van de van het structuralisme met zijn stijl om het te vormen eigenlijk van structuren door middel van modules en die elkaar aan elkaar te schakelen. Soms in een soort ongestructureerde, onhierarchische vorm, vaak met kleur. Vaak met heel veel passie voor datgene wat zich op de overgang tussen binnen en buiten bevindt. Het tussen, zoals hij dat noemde. Dat was wat kenmerkend was voor zijn werk. En vooral kenmerkend was zijn grootste uiteindelijke prestatie, zou je kunnen zeggen. Het Burgerweeshuis recht tegenover Tripolis. En die twee complexen, die gebouwen, hebben een mooie relatie met elkaar. Het Burgerweeshuis komt uiteindelijk uit 1960, als ik me niet vergis. En destijds, in 1990, was er eigenlijk sprake van dat het Burgerweeshuis zou kunnen worden gesloopt. En moest er eigenlijk een reddingsactie op touw worden gezet. En die reddingsactie die bestond uit, in dit geval Tripolis, een nieuwe ontwikkeling die het Burgerweeshuis van de sloop zou moeten gaan redden. En die daar tegenover is geplaatst. En die twee die vormen een mooie dialoog. Ze grijpen in elkaar. Ze hebben een daklandschap wat langzaam optrapt. En dat gebouw dat zag er destijds zo uit. Een mooie kleurrijke gevel met een houten iroko gevelbekleding. Langzaam uittrappend naar boven toe. Een getrapt daklandschap. Maar helaas, ongeveer wederom 25 jaar later, dit is een mooie repetitie eigenlijk van een soort tijdspanne zit erin, is het gebouw minder succesvol gebleken dan misschien het Burgerweeshuis dat was. Minder huurders waren er voor in de markt uiteindelijk en het heeft vele jaren leegstaan totdat mijn uiteindelijke opdrachtgever Flow Development het pand hebben gekocht en hebben gezegd, goh, we moeten kijken of we hier iets mee kunnen, of we dit gebouw een tweede leven kunnen geven, of het mogelijk is om die kleine tekortkomingen die we erin vinden op een of andere manier te verbeteren, maar vooral ook de fantastische structuren die erin zitten, de mooie elementen ervan te behouden en te kijken of dat met een uitbreiding eigenlijk tot een nieuw complex kan leiden. Want zo is het zichtbaar, de daken zijn een fantastisch daklandschap, maar waren niet begaanbaar en waren langzaam een beetje aan het verloederen. De gevels waren behoorlijk aan onderhoud toe. En op sommige plekken kwam dat idee van dat tussen fantastisch naar voren, waarin er plekken zijn waarvan je niet zeker weet of je nu op de drempel van het gebouw staat of er juist al overheen bent. Dus de potentie van het gebouw was heel groot, maar het was ook zichtbaar dat de vloeren eigenlijk vol zaten en dat het moeilijk was om hier een vloer te maken die eigenlijk voor een kantoorgebruiker ook daadwerkelijk tot een fijne en open werkplek zou kunnen leiden. Nou, met die gegevens zijn we een traject ingegaan dat een complex traject is geweest. Er zijn heel veel spelers geweest op dit punt die ik eigenlijk niet allemaal wilde noemen, maar ergens bijna ook weer niet kon noemen. Natuurlijk was daar de stad met een visieplan voor Verdi die zij verdichten, vergroenen, verbinden. Dat moet hier gebeuren op deze plek. Kunnen we ook gaan wonen op deze plek? Dat was een onderdeel van het kader dat we meekregen. Dat was het advies van MNA wat we kregen, Monumenten en Archeologie. Die zeiden, dit is een belangrijk gebouw, ga daar zorgvuldig mee om. Zorg dat je daar op een
intrinsieke en chirurgische manier mee om kan gaan, zodat dat gebouw zijn DNA kan behouden. Er is uiteindelijk een monumentenaanvraag halverwege het proces ingediend, zodat het gebouw een monument werd met een ontwikkelingskader daarbij. Welke elementen zijn belangrijk, moeten we behouden zoals ze zijn en welke kunnen we misschien een klein beetje veranderen en dingen aan toevoegen, ook in het kader van het idee dat Aldo zelf al had, dat gebouwen moeten kunnen doorgroeien en ontwikkelen tot in een nieuwe fase. En het mooiste eigenlijk nog wel van dit dossier aan participanten was, dat waren de workshops samen met in dit geval Julian Wickham, de schoonzoon van, en Tess van Eyck, dochter van, waarmee we samen rond de tafel hebben gezeten, ook hier met Ton Schaap, de supervisor, om te kijken wat hier nu mogelijk was binnen het oeuvre van vader en schoonvader. Wat hij eerder had gedaan bij de rekenkamer, hoe we daar elementen van zijn werk konden terugvinden die we konden terugbrengen ook in Tripolis. Wat hij had gedaan bij Estec, uiteindelijk in Noordwijk, hoe daar de binnenkant eruit zat, een mooie beeld, staat me nog steeds bij, van dat daar toch ook wel duidelijk werd dat sommige gebouwen minder de kans hebben om uiteindelijk een tweede leven te krijgen op de manier zoals we dat graag zouden willen dan anderen. Hier stond Ton Schaap met zijn, volgens mij, 2,05 meter geregeld schuin in de verdiepingsvloeren en toch wel te beseffen dat, ja, dit zijn moeilijke gebouwen om hier een nieuw leven aan te geven. Hoe gaan we dat doen en hoe kunnen we daar nou kwaliteit aan toevoegen? Tripolis is in die zin anders. Dat grotere verdiepingshoogte, dat was meer mogelijk. En hier in de workshop sessies met Julian Wickham, hier zie je zijn suggesties van een gebouw wat hij wilde plaatsen over Tripolis, om te kijken of daar misschien als een soort beschermende huls iets zou kunnen gebeuren. Of hier een air rights building, zoals hij daarmee bezig was, meer in de richting van de A10. Zo zijn we samen eigenlijk gekomen tot een ontwerp wat vooral deze kernwaarden in zich had. We wilden een gebouw maken wat een verduurzaming van Tripolis opleverde. Wat ervoor zorgde dat er een nieuwe, open en werkbare vloer ontstond voor de Tripolisgebouwen, maar het groen, het landschap moest behouden blijven. En er moest een aanvullende volume bijkomen die ervoor zorgde eigenlijk dat al die zaken die we uit de Tripolisgebouwen haalden, dus trappen, faciliteiten, dat die eigenlijk konden worden opgenomen in de nieuwbouw. En zo kom ik bij het concept wat we hebben gemaakt, wat eigenlijk zich heel makkelijk laat vatten in dit ene beeld waarin we de beschermende werking die Tripolis ooit had voor het burgerweeshuis eigenlijk hebben gekopieerd door opnieuw een beschermend volume te zetten, maar nu aan de zijde van Tripolis, dus net nog op een kleine strook land tussen Tripolis en de A10, om dat gebouw wederom te beschermen. En dit filmpje mocht het draaien, laat dat eigenlijk wel mooi zien met de A10 links, het gebouw eigenlijk daar in het midden en daarachter bijna als een soort nieuwe oase, Tripolis met het landschap in een stuk geluidsluwere omgeving geplaatst. Hoe zijn we daar nu gekomen? Dit is de bestaande situatie. De eerste plannen waren natuurlijk behoud van de compositie en behoud van de gebouwen en een ecologische upgrade van de gevel van Tripolis. Dus een nieuwe huid eromheen met nieuw hout, met nieuwe RC-waarden, zodat we konden zorgen dat daar alles weer volgens de energielabels correct was. Behoud op het plein vanuit de gebouwen, een goed zicht ook nog steeds op die compositie. En dan dat scherm, daarbij pakten we inderdaad die plotlijn die we hebben daar, de tracébesluitlijn zoals die destijds heette. En we zijn dat scherm eigenlijk gaan opdikken. Dat hebben we bewoonbaar gemaakt. En dat vouwde zich zo eigenlijk over het gebouw heen. Dat hebben we een heel non-directional, dus geen richtinggevend grid gegeven. Neutraal, ook in zijn kleuren eigenlijk, om juist het contrast met Tripolis zo groot mogelijk te maken. Want de volgende stap was het maken van het tussen eigenlijk. Met het maken van een airbag noemen we het wel eens rondom de Tripolis gebouwen. Die een afstand houdt en die we eigenlijk hebben uitgesleten in de nieuwbouw en die ook aan de A10-zijde eruit klapt met een groot fantastisch raam waardoor je Tripolis heel goed kan waarnemen. Het plein heeft een upgrade gekregen, het landschap heeft een upgrade gekregen en de tussen, die route die je door het gebouw kan nemen, de publieke route waar die gebouwen om elkaar heen dansen en elkaars beweging volgen, die is voor iedereen toegankelijk en die leidt uiteindelijk tot de opgewaardeerde dakterrassen die nu begaanbaar zijn, waar functies op zijn geplaatst en het grote dak met zijn 120 vierkante meter aan PV en retentiedaken en dat soort duurzame technische zaken die ook mij, net als bij Max net, eigenlijk niet zo interesseren, maar zeker nodig zijn om de labels te halen die we moeten halen. Plattegronden, die laten zien hoe ingewikkeld eigenlijk die operatie is van die gebouwen die in elkaar grijpen. Naar boven toe zie je hoe langzaam zich dat sluit, tot bovenin uiteindelijk de volledige verdiepingsvloeren ontstaan. En dan hebben we uiteindelijk vanuit de bouw, hier worden de Tripolis gebouwen gesloopt, waar de houten gevels van zijn hergebruikt hier in deze school, in dit bedrijfsverzamelgebouw, een mooie plek om dat hout terug te brengen. Zijn we gaan bouwen langs de A10, krap en strak, goedavond. De staalconstructies werden erin gehesen. En zo langzaam werd het gebouw daar opgebouwd, tot we, zoals velen misschien kennen vanaf deze kant, het venster zichtbaar werd, met daarbinnenin inderdaad Tripolis nog. Maar vanaf de andere kant vooral is het heel mooi zichtbaar hoe het gebouw zich boven Tripolis eigenlijk respectvol blijft bewegen. Hoe je hier binnenkomt vanaf de centrale entree in die passage terechtkomt en dat daar dat tussen zichzelf heel mooi manifesteert door het landschap door naar binnen te trekken, omhoog,
tot op de daken van het bestaande Tripolis, vanaf waar de lobby's zich bevinden. En hier een fantastisch beeld, een spel van spiegel en doorzicht naar het ING-huis, het vroegere ING-huis aan de achterkant. En de daken daar bovenop Tripolis nu voorzien van groen en van activiteiten. Yoga-ruimtes, vergaderzalen in de cupola's van Aldo. En hier via die trappen van Aldo weer omlaag, uiteindelijk door Tripolis, langzaam het gebouw weer verlaten, tot we hier het beeld van de gebouwen met elkaar kunnen zien. Tot zover. Dankjewel, Gijs. Een heel mooi cirkel is rond verhaal. Tijd voor één vraag. Het kan natuurlijk maar één zijn, want ik heb de andere twee ook gevraagd. Waarom moet dit gebouw winnen volgens jou? Ik vind het eerlijk gezegd, misschien gooi ik daar eigen glazen mee, en al mooi dat het genomineerd is. Er is veel over gezegd over het gebouw, er is veel reuring over geweest. Het is een ingewikkeld proces geweest om dit gebouw te maken. Maar ik denk dat het door deze nominatie ook laat zien dat mensen begrijpen wat hier is gebeurd. En dat een plek als deze niet een sloopnieuwbouw verdiende, zeker niet. En dat er eigenlijk een aanzet is gedaan door te kijken hoe kunnen we monumentale panden van een tweede leven voorzien, zonder dat we daar het pand bevriezen in de tijd. Maar dat we toestaan in het gedachtegoed, wat mij betreft, van de originele architect, dat er aan mag worden verbeterd, vernieuwd, mag worden opgetopt en mag worden toegevoegd, zodat er een nieuw tijdperk kan ontstaan. En misschien over 30 jaar komt er wel weer een gebouw wat uiteindelijk ons gebouw moet gaan beschermen tegen de slopen en de nieuwbouw. Dus dat lijkt me een fantastisch verhaal. Nou, dat is zeker gelukt. Dankjewel, Gijs. Hartelijk applaus. Klein intermezzo. We hebben nu 3 projecten gehad die het gesprek in de stad bepaalden in 2023, waar het ging over nieuwe gebouwen. Zoals Gijs al zei, er is inderdaad veel te doen geweest over bijvoorbeeld Tripolis, maar ook veel aandacht besteed aan Zandkasteel, veel aandacht besteed aan het Aliandergebouw. Maar er zijn natuurlijk ook gebouwen die al heel lang in de stad staan en die ineens de verbeelding worden van een gesprek over de stad, over hoe je wilt wonen in de stad, de kwaliteit van leven in de stad, die niet nieuw is, niet ineens bestaat, maar toch wel heel erg de moeite waard is om alles wat we vandaag bespreken in een perspectief te plaatsen. En dat heeft ertoe geleid dat wij dit jaar een alternatieve aap lanceren. Vorig jaar hadden we het ministerie van Vrom met allerlei memes over gebouwen. Dat was ook heel leuk. Maar vandaag gaan we dus kijken naar gebouwen die in 2023 pleinen, publieke ruimtes een belangrijke rol spelen in het debat, maar die niet nieuw gebouwd zijn. En we hebben dat gevraagd aan een aantal mensen die wel belangrijk zijn als platform in de stad of actief zijn in dat gesprek over de stad. En vandaag presenteren we er 3. De eerste, en daar hebben we een plaatje van, want Lente is niet aanwezig, van Mokum Kraakt, is Takland. Als voorbeeld van hoe het gesprek over kraken in de stad en de positie van krakers en krakers die rechtszaken aanspannen van kunnen we hier blijven, kunnen we hier niet blijven. Takland is zo'n pand waar de bewoners mochten blijven. En Lente motiveert deze melding als volgt. Wat mag in de stad is niet altijd ethisch. In de Kalverstraat zitten allemaal fast fashion winkels die mensenrechten schenden en met hun productie het milieu onherstelbare schade toebrengen. Veel ruimtes boven de winkels, oorspronkelijk bedoeld voor woningen, staan leeg. Dit wordt gezien als een legale praktijk. Maar dat het onethisch is, staat vast. In een stad waarin alles om steeds meer geld lijkt te draaien en de gemeente er vooral lijkt te zijn om dit te vergemakkelijken, is het van belang om alternatieve woon- en werkstructuren te ondersteunen. Dus de eerste aanmelding voor de alternatieve aap is Takland van Mokum Kraakt. De tweede, en daarvoor vraag ik elke uit en thuis van Wholesale Reality om naar voren te komen, is het Groene Veld. En die mag je zelf toelichten. Elke. Je mag daar of hier, net waar je je comfortabel voelt. Okay. Ja. Welkom, welkom. Een applaus, dat praat een stuk makkelijker. Yes. Ja, nou, ik ben dus gevraagd, of wij zijn gevraagd, Wholesale Reality, om iemand een gebouw te nomineren voor de AAAP. Alternatieve architectuur. Ik denk dat die eerste A ook een omgekeerde A is. Of een A met een bliksemschicht of zo. Denk je ja, dat niet? Ik weet het niet. In ons geval denk ik wel. Want wij hebben het Groene Veld genomineerd.
Dat is een van de vrijplaatsen in Amsterdam, waar er vroeger heel veel van waren in deze stad en die nu op twee handen te tellen zijn. En vrijplaatsen vinden wij heel belangrijk. We Sell Reality is een kunstcollectief van oorspronkelijk allemaal ongedocumenteerde vluchtelingen. En wij hebben altijd heel erg veel steun gehad en support vanuit de vrijplaatsen in Amsterdam. En dat heeft ons, denk ik, doen overleven. Ik ben obvious gewoon Nederlands en geen vluchteling, maar ik ben al betrokken bij We Sell Reality sinds 2017. En We Sell Reality is ontstaan vanuit We Are Here. Maar wij hebben het Groene Veld genomineerd omdat we vrijplaatsen dus heel erg belangrijk vinden. En omdat het, omdat we ook al heel lang bekend zijn met deze gemeenschap, met een hele lange geschiedenis, die vanaf het ADM zijn neergestreken nu op de slipvelden in Amsterdam-Noord. En na de ontruiming van het ADM kwam de gemeente Amsterdam met het aanbod voor deze thuisloze kraakgemeenschap om zich daar te huisvestigen. En in no time bouwden ze daar een do-it-yourself dorp op met zelfgebouwde units en omgebouwde trailers en voertuigen waarin gewoond wordt en omringd door een prachtige inventieve gemeenschapstuinen. En in de wurggreep van de gemeente creëerde de gemeenschap ook in het bijgelegen veld een culturele plek met studio's voor kunstenaars en een concertpodium en restaurant en een festivalterrein. En wat ons betreft, met volle overgave laat deze gemeenschap wederom zien waarom zij een noodzaak vertegenwoordigen. Weerbaar en overtuigd maken zij zichzelf onmisbaar en onwisbaar. Dankjewel, Elke Uit en Thuis. Een waardevolle voordracht. En niet onbelangrijk te vermelden, het voortbestaan van het Groene Veld is geenszins zeker op het moment. Nee, en ze zijn nu in onderhandeling met de gemeente, met Vattenfall, met een rugbyclub. En wat ik begrijp is dat ze moeten al een beetje ruimte gaan maken voor Vattenfall. Maar als die rugbyclub er ook komt, dan moeten ze echt zodanig inkrimpen dat hun bestaan eigenlijk niet meer zeker is. Dus ze zijn nu heel hard aan het onderhandelen. Volgens mij gaan ze morgen om de onderhandelingstafel weer zitten. En hopelijk krijgen ze uitstel waarin ze in hun plannen meer in samenspraak vorm kunnen geven met al die verschillende stakeholders. En wat ik heel bijzonder vind aan deze gemeenschap is dat ze gewoon maar doorgaan, ondanks dat ze heel veel weerstand krijgen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat er mensen als zijn die dat blijven doen. Ja. Dankjewel. Ja, heel goed. En dit is nog een club die in ieder geval van zich kan laten horen. De volgende voordracht is van Michelle Gulliks namens Landmassa. Kom naar voren, Michelle. Maar jullie hebben een straat genomineerd. Ja, goed. Die niet zelf kan praten. Vertel. Ja, ik hoop sowieso dat mijn gezicht geblurred wordt en dat ik een balkje voor mijn gezicht krijg als dit wordt uitgezonden. Want dit is een project wat denk ik het afgelopen jaar ook wel echt de tongen heeft losgemaakt. En heel vaak ook op een negatieve manier. Je ziet het hier, een prachtproject. Het was een experiment en het heeft dus heel veel kritiek gehad. Maar waarom wij het eigenlijk wilden nomineren was omdat het eigenlijk best wel heel erg bijzonder is dat de gemeente dit heeft aangedurfd. Want vanaf het begin af aan was er al onwijs veel kritiek op. En ze hebben het doorgezet tot aan het einde. En als je eigenlijk op die plek ging kijken, gebeurde er best wel iets heel bijzonders. Want je had boze automobilisten en allerlei klagers die daar kwamen kijken. Maar er waren ook mensen die het oprecht heel erg leuk vonden. Er was een soort geïmproviseerd paviljoentje gemaakt in het midden. Waar mensen zaten te lunchen, waar mensen foto's kwamen maken. Of gewoon het even ervaren dat je daar midden op een drukke, hele brede straat gewoon eventjes kon kijken. Het is een beetje spannend. Het is alsof je een kijkje in de keuken krijgt. En ik denk wat het ook heel
Het geeft je heel erg het gevoel als je daar stond als klein mens, hoeveel ruimte er in de stad aan de auto wordt besteed. Hoeveel van onze openbare ruimte in de stad gereserveerd is voor de auto. Maar ook dat het dus een beleidskeuze is om die vrij te maken of om die voor auto's te reserveren. En ik denk het besef dat dat dus een keuze is en dat je die keuze gewoon kan maken of daar een keer mee kan spelen, dat is denk ik een hele waardevolle. En nog een laatste reden om het ook wel prijswinnend te maken, durf ik wel te zeggen, is dat Ariadne, mijn podcastpartner, die er vanavond nu niet is, die heeft er ooit, toen dit 6 weken lang dus duurde, heeft ze daar een trouwfotoshoot zien plaatsvinden. Dus kun je het voorstellen, midden op die Weesperstraat vonden mensen dat bijzonder genoeg om daar hun foto's voor de eeuwigheid in trouwkleding te maken. Nou, ik zeg winnen die alternatieve aap. Dankjewel, Michelle. Het was in ieder geval ook voor mij de enige keer dat ik dacht, ik ga naar de Weesperstraat als een uitje en ik ga gewoon zitten en kijken naar wat er gebeurt hier allemaal. Want er gebeuren inderdaad ineens hele andere dingen daar. Ja, precies. En veel ik denk boosheid inderdaad, maar ook veel grappige dingen. Nee, en dat maakt het al tot een geslaagd experiment. Dus alle reacties. Ik heb nog nooit zoveel mensen over stedenbouw, over mobiliteit, over infrastructuur horen praten. En dat is alleen maar winst, volgens mij. Dankjewel. Leuk. Dit zijn dus de eerste 3 voordrachten van 9. En op 25 april, als we de echte aap uitreiken, dan daar zullen we ook de alternatieve aap uitreiken. Dus kijk vooral mee en wacht in spanning af welke voordracht die alternatieve aap zal winnen. Wij gaan verder, en dit is ook wel een vrolijk intermezzo in breder verband, met de opdrachtgevers van de 3 genomineerde projecten die de architecten net gepresenteerd hebben. En dat zijn Rob Hoek van Alliander, Sjoerd Lieklema van Flow Development en Robert Koosiek van Wonam. Kom naar voren. En doe er maar een applaus bij. Welkom, welkom. Goed dat jullie hier zijn. Interessant ook voor ons. We dachten van het ligt zo voor de hand. 3 duurzame kantoren. Nou, daar is wel een gesprek over te voeren. Maar je ziet ook dat de projecten totaal verschillend zijn. Dus ik heb even gekeken naar wat jullie dan in ieder geval bindt als een soort van onderling gespreksonderwerp. En ik denk, laten we zeggen, het eerste wat jullie bindt als je kijkt naar de presentaties, bijvoorbeeld Sjoerd en Robert, is de geschiedenis van de plek waar je bouwt. Kunnen jullie iets zeggen over hoe je als opdrachtgever hebt gekeken naar het Zandkasteel en Tripolis in dit geval? En hoe de geschiedenis daarvan, wat ik in beide gevallen het proces compleet bepaalde, hoe dat het project bijzonder maakte voor jullie? Wie wil je dat te starten? Doe jij maar. Nou, heel goed, dan zal ik ermee starten. Nee, het was natuurlijk een hartstikke mooie kans om met zo'n gebouw aan de gang te gaan. Er zijn natuurlijk maar weinig van dit soort bijzondere gebouwen in de stad. En het eerste waar je dan naar kijkt is van, wat heb je eigenlijk? Het is natuurlijk heel makkelijk om daar fors in te gaan grijpen. Nou, het was al een gemeentelijk monument, dus dat was ook helemaal niet mogelijk. Maar dat wilden wij ook helemaal niet. En te meer ook omdat 3 torens een school werden. En er was het idee om aan, zeg maar, de woontorens, om daar allemaal balkons aan te zetten. En ook nog op de daklandschappen allemaal woningen te bouwen. En wij hadden eigenlijk als eerste idee om dat niet te doen. Om het gebouw toch gewoon volledig intact te laten zoals het was. En daarmee gewoon de positie die het had gewoon te behouden. En we wilden het wel heel graag versterken. Het was namelijk een heel dicht bastion. Je kwam niet binnen. Dat was ook wel een commentaar van veel mensen die in Amsterdam-Zuidoost woonden. Het is eigenlijk onze trots, maar we mogen er niet in. Nou, dat hebben wij wel beter gepakt en gedacht, hey, weet je wat, dat moet je eens omdraaien. Je moet het eens openmaken. Dus eigenlijk zo zijn wij met de historie aan de gang gegaan. Herken je dat, Sjoerd? Ja, zeker. het is echt een soort. Het is bijna een boek wat je opent als je met een gebouw aan de slag gaat, zoals dit. En ik weet dat wij, toen wij het kochten, toen zeiden zeg maar marktpartijen, makelaars die altijd met die gebouwen aan de slag waren gegaan, die zeiden, joh, sloop dat, want daar kan je niks meer mee. Dat heeft altijd slecht gepresteerd. En wij zijn eigenlijk aan de slag gegaan door eerst met de erven van Aldo van Eyck te gaan praten. En is daar het oor te luisteren te leggen van hoe het concept ooit was bedacht. En ja, hoe zij die schoonheid zagen en wat daar de mogelijkheden toe waren. En ik weet nog dat wij op een gegeven moment, wij kregen zelfs de verhuurboekjes die zij bij de oplevering hadden gebruikt om dat gebouw eigenlijk aan de praat te krijgen en te verhuren en wat daar de gedachte van was. En dat was eigenlijk het moment dat ik of dat wij een beetje verliefd begonnen te raken op
vooral de ontwerpfilosofie van Aldo van Eyck. Dus dat het gebouw zich opworp als niet een standaard kantoorgebouw, maar moest aanvoelen als een gezellig huis waar je elkaar kon ontmoeten en nou ja, toevallig ontmoetingsplekjes eigenlijk allemaal in zich had. En die Ferry-boekjes, we dachten, ja, die kan je eigenlijk gewoon één op één, ook dat is bijna circulair, die kan je gewoon hergebruiken naar de moderne tijd. Alleen, het zag er nog niet uit en het functioneerde niet naar hoe het zou moeten functioneren. Hoe mensen dat nu willen. En toen hebben we eigenlijk samen met de erven van Van Eyck, en dat was best wel een hobbelig proces, maar wel een inspirerend proces. En met MVDV hebben we gewoon gekeken van, oké, we gaan dit niet slopen. We gaan gewoon aan de slag met die gebouwen. En kijken hoe we hoe we alles kunnen behouden en hoe we de elementen kunnen weghalen die niet werken. En wat we toevoegen, ja, hoe dan zeg maar dat huwelijk tussen die twee architectuurvormen, ja, hoe we daar een goed huwelijk tussen kunnen creëren. En ik denk dat heel goed gelukt is. Het gebouw is al tijdens de bouw, wat ook echt bijzonder is, want er stonden allemaal gebouwen leeg, bijvoorbeeld daar ook in de omgeving. Tijdens de bouw was het al 100% gevuld met partijen die daar stonden te trappelen om gewoon kantoor te gaan houden. Dus nou, had jij natuurlijk te maken met Wijlen van Eyck en MVDV, maar Robert, jij had te maken met Max van Huut en aan de Amstel architecten. Hoe was daar de taakverdeling? Nou, toen wij het overnamen was een groot deel van het ontwerp in de woningen was uitgevoerd. En wij zijn eigenlijk met de straat opnieuw aan de gang gegaan, want wij wilden eigenlijk heel graag een mixed-use gebouw en niet van mono-werk naar mono-wonen. En dus zodoende kwamen we dus snel met Max en met aan de Amstel architecten aan de praat van hoe gaan we dit proces organiseren. Want eigenlijk wilden we terugbestemmen, maar we wilden wel kijken hoe kun je het nou wel toevoegen, hè, dat je niet helemaal maakt zoals het was. En zo zijn we met Max en met aan de Amstel aan de slag gegaan, waarbij Max natuurlijk het creatieve brein was. En aan de Amstel natuurlijk met name dat probeerde goed te vertalen naar tekeningen. Ja, en daar is gewoon wel een hele plezierige wisselwerking uitgekomen. Kijk, Max en ik hebben ook wel eens met z'n tweeën een uur voor een deur gezeten. Ik wilde gewoon meer glas erin. En Max zegt, ja, maar dan pak je eigenlijk het wezen van deze entree aan. Nou, dus daar hebben we best wel lang over gediscussieerd. En uiteindelijk kom je er dan uit. En daar ben je nu ook blij mee als je er langs loopt dat het geworden is zoals het is. Heb je ooit gedacht om nog dingen zeg maar, echt te vergroten? Of is het altijd het idee geweest om binnen de schil te blijven? Het is echt gedacht om er gewoon in te blijven. Ook omdat als je eenmaal open gaat, dan weet je niet wat er gebeurt. Want dan wordt een gebouw koud. En dit gebouw is best wel, kan het dan gaan werken? Nou, dat wilden we absoluut voorkomen. Dus we hebben nooit gedacht om daar bijvoorbeeld iets groots of iets bijzonders omheen te zetten. En het is al vanuit zichzelf zo bijzonder. Dus ja, dan ga je iets toevoegen waarvan ik denk dat het dan afbreuk doet. En wij hadden ook geen geluidsscherm nodig. Mm. Dus er was voor ons ook geen natuurlijke reden, zoals bij jullie wel, om dat te doen. Dus wij hebben eigenlijk gezegd, we zijn er elkaar heel blij mee zoals het is. Dus laten we het vooral zo laten zoals het is van buiten. Maar laten we het van binnen wel opnieuw beetpakken, waardoor het een veel meer gemengde functie krijgt. En dat er heel veel mensen plezier aan het gebouw hebben. Nou, ik denk dat dat wel gelukt is. Ja. Max noemde net al eventjes de transitie van het gas af. Dat verhaal laat ik bij Robert. Dat is natuurlijk helemaal kolfje naar mijn hand. Want dat brengt mij richting Alliander en richting Rob. Ja. Dat stond natuurlijk voor jullie centraal in alles. Hoe je dat vormgeeft. Hoe zijn jullie daarin te werk gegaan? Nou, het is eigenlijk een eis hè, dat je niet meer met gas werkt in een nieuwbouw. En wij als Alliander vinden ook dat wij daarin een voorbeeldfunctie hebben. Dus het was voor ons sowieso al een uitgemaakte zaak dat wij een energie-neutraal gebouw wilden neerzetten. Dus dat was voor ons eigenlijk niet eens een overweging. Dat was gewoon voorafgaand al een feit dat dat ging gebeuren. Ja. En hebben jullie dan ook een soort van gezocht naar een soort van voorbeeldrol? Want ik bedoel, als jullie daar niet een bepaalde experimentele of innovatieve afslag innemen, dan hoe moet het dan met de rest van de wereld? Ja. Waar denk je, hebben jullie iets gedaan wat voor andere ontwikkelaars, opdrachtgevers misschien lastiger is, maar wat voor jullie echt een soort van no-brainer was? Nou, daar hebben we niet echt iets specifieks in gedaan. En het leuke is, we hebben eigenlijk eerst ook gekeken naar een bestaande locatie waarin we onze nieuwe operatie zouden kunnen gaan voeren. Nou, dat is helaas niet gelukt. Dus vandaar dat wij voor nieuwbouw hebben gekozen. Dat vinden wij zelf minder circulair. Maar feitelijk hebben we het wel omgedraaid. Waar hier een aantal gebouwen een tweede jeugd krijgen, hebben wij een gebouw neergezet wat over 40 jaar waarschijnlijk ook een tweede jeugd gaat krijgen. Omdat het daar helemaal op ingericht is. Dus dat kwam bij het gebouw van meneer Huts al aan bod.
dat was toen al ver vooruit in zijn tijd wat flexibiliteit betreft. Nou, daar hebben wij met dit pand ook echt rekening mee gehouden dat het nu een kantooropleidingsfunctie heeft met het werkgebouw. Maar over, nou, we hadden het net aan tafel erover. Ik zei 40 jaar en Max zei 20 jaar. Zou dit ook heel goed een woonfunctie kunnen krijgen. Hè? De stad Amsterdam dijt uit. En het zou mij niks verbazen als je over 20 jaar hier langs rijdt en dat daar woningen of iets anders in zit. Nou hoorden we bij de jurydag, en dat vond ik echt een fascinerend verhaal, dat, want jullie hebben natuurlijk een enorm wagenpark. Ja. Nog allemaal niet helemaal, laten we zeggen, elektrisch rijdt. Maar jullie zijn er wel mee bezig om dat te doen. Maar dan zijn jullie vervolgens een soort van klant van je eigen net. Dus dat je een soort van, net als iedereen, ergens achter in een rij aansluit. Hoe werkt dat? Nou, frustrerend. dat kan ik me voorstellen. Ja, nee, het was. Wij zijn de holding Alliander. En Liander is de dochter die de energie verzorgt in Amsterdam en omstreken. En wij moesten net als alle andere klanten gewoon netjes aan het loket een aanvraag doen voor stroom. Nou, dat hebben we gedaan. We hebben niet gekregen waar we eigenlijk op hoopten, maar een kleinere aansluiting gekregen. En dat was op dat moment heel vervelend. Maar al gauw kwamen we tot de conclusie, en dat is misschien ook een antwoord op jouw eerste vraag, dat wij deze locatie ook heel goed als een voorbeeld functie voor partijen in Nederland zouden kunnen gaan laten gelden. Waarbij je dus met een kleine aansluiting toch alles kan gaan doen wat je straks moet gaan doen, waar elektriciteit bij aan te pas komt. Ja. Vooral ons wagenpark. Je mag straks niet meer Amsterdam in met een fossiele brandstofmotor, met een bedrijfswagen. Ja, dus ons wagenpark is heel versneld aan het omkatten naar elektrisch. En daar hebben we heel veel laadpalen voor nodig. En dan gaan we nu nog niet. Gaat nu nog niet lukken. Dus daar moeten we echt mee aan de bak om daar een oplossing voor te vinden met de aansluiting die we nu hebben. Ja. En Robert, hoe ging dat bij jullie dan? Want jullie, de zandkasteel moest ook van het gas af en helemaal elektrisch? Nou, dat hoefde op zich niet. Wilde je een, graag? Het had een gasaansluiting en de IEG wekte volledig alles zelf op. Maar wij hebben ervoor gekozen om wel van het gas te gaan en ook om de koeling te gebruiken die er in dat gebied is. Dus wij zijn op stadsverwarming gegaan en op stadskoeling. Dus daarmee speelden we ook een hele ruimte vrij om de fietsenbergingen te maken. En ook het dakterras waar alle koeling werd opgewekt. Nou, daar zijn al die koelmachines weggehaald. En daar hebben we dus nu een mooi dakterras van gemaakt. Dus fijn dat al die techniek weg kon. Er zitten nu twee boksen in. En we hebben er ook helemaal geen onderhoud aan. Want als er iets is, dan bel je naar Vattenfall, heten ze tegenwoordig. En die komen dan. En IEG had daar 4 mensen voor in dienst om al die techniek in de lucht te houden. Dus ik was heel blij mee dat dat wegging. Ja. En het functioneert gewoon ook heel erg goed. Ja. En elektra hadden we voldoende bij de bank. Dus dat was. Dus wij hebben heel veel laadpalen. Dus als je nog een keer wil komen laden, je bent van harte welkom. Nou ja, wie weet, hè. Dat is de toekomst. Ja. Laatste vraag. En die moet dan Rob en Sjoerd aan elkaar verbinden. Dat was ook eventjes zoeken. Maar ik denk uiteindelijk, jullie liggen allebei langs die A10. En die is natuurlijk toch vrij bepalend geweest in jullie beide ontwerpen. Kunnen jullie daar iets over zeggen? In jouw geval heb je een context die aan de ene kant hypersensitief is en aan de andere kant heel groot. En ja, je hebt een soort van niemandsland waarbinnen dat allemaal een rol moet spelen. Ja. Dus hoe zijn jullie daarin aan de slag gegaan? Ja, ik wil er wel iets over zeggen. Kijk, het plaatje staat nu toch op. Ja. Wij hebben ooit in de eerste ontwerpen, dat is wel grappig, stond deze schijf, stond hier ongeveer. En wow, wacht even. Dus aan de andere kant van... Ja, die stond eigenlijk, kwam hier overheen. Ja. Dus hij was gewoon een stukje meer deze kant opgeschoven. En we hebben daar heel lang discussie over gehad. Want bijvoorbeeld de context, de monumentale context van Tripolis, heeft voor een groot deel te maken met dat het ooit als reactie op het burgerweeshuis is ontworpen. Dat het optrapt en dat het eigenlijk in hetzelfde landschap staat. En toen is vanuit monument en archeologie, het gebouw is eigenlijk tijdens de ontwikkelfase, is het tot monument is het aangemerkt. En toen hebben we eigenlijk de grootste wijziging die we vervolgens hebben uitgevoerd, is dus om het gebouw zo dicht mogelijk tegen de snelweg aan te zetten. Zodat eigenlijk de landschappelijke context tussen het burgerweeshuis en Tripolis intact zou blijven. En dan kom je dus op die snelweg uit. Ja, er was niet zo heel veel ruimte tussen de snelweg en het bestaande Tripolis. Dus toen hebben we eigenlijk er komt ooit een Zuidasdok, hopelijk.
En die hebben dan een TB-lijn, een tracébesluitlijn. En daar moet je een bepaalde afstand toehouden. En we hebben gewoon die TB-lijn genomen. En we hebben dus de afstand die wij tot die lijn moesten houden, hebben we gewoon naadloos overal gevolgd. En zo is echt precies die vorm van het bestaande Tripolis eruit. Van het nieuwe Tripolis eruit gekomen. Dus wij hebben ontzettend veel moeite gedaan om eigenlijk op een heel klein stukje toch een vrij fors gebouw neer te kunnen zetten. En dat hebben we dus zo dicht mogelijk tegen de snelweg aangebouwd. Ja, fascinerend. Dus die A10 is bepalender geweest dan je zou denken als je het zo ziet staan. Ja. Rob, hebben jullie nog ergens aanknopingspunten gevonden of een soort van kans gezien in dat landschap waarin je stond? Ja, nou, wij eigenlijk hetzelfde als bij jullie gebouw. Dat je ziet het, de hoogbouw staat het verst van de snelweg af. En dat heeft te maken met groepsrisico. Dus wetgeving zegt dat daar waar je het minste risico loopt, dat je daar het meeste aantal mensen mag vestigen. Dus daarom zit de hoogbouw het verst van de snelweg af. En daar waar minder mensen werken, waar het risico het grootst is, dat zit dicht bij de snelweg. Dus dat was echt praktisch op die locatie. En functioneel, ja, de snelweg is voor ons ook meteen de ingang naar ons verzorgingsgebied toe. Dus wij zitten daar op een perfect punt midden in de regio, waar vandaan wij onze werkzaamheden voor de regio kunnen verrichten. Dus het is echt onze levensader ook. Ja. Dankjewel. Dit is het moment waarop we afscheid nemen van de kijkers via AT5. Mag ik een heel hartelijk applaus voor de opdrachtgevende sprekers, de architecten, de alternatieve aandragers en de organisatie van het Pakhuis en deze avond. Heel hartelijk applaus. Heel veel dank. En wij gaan hier natuurlijk gewoon nog even door. Dus ook dat wordt nog wel opgenomen voor het Pakhuis, maar niet meer voor AT5. Dus dat geeft ons wat ruimte. Maar wij zijn. Willen jullie nog iets toevoegen trouwens aan wat we tot nog toe hebben besproken? Voor jullie allemaal nog een laatste kreet. De mogelijkheid om te zeggen van ja, maar dit was echt heel bijzonder. Dit moeten jullie allemaal weten van dit gebouw. Nou, als ik er mag daarover spreken, wat ik heel bijzonder aan dit gebouw van ons vind, dat is niet de gebouwde architectuur, maar gewoon de tuinen die er bij ons zitten. Het gebouw heeft natuurlijk eigenlijk gigantische tuinen. En die zijn een aardelaag van meer dan een meter max, als ik het wel heb. Ja, waardoor er dus ook gewoon volledige bomen in de tuin staan. En ik weet nog wat ik de eerste keer dan liep. En dat ik dacht, hoe kan het nou waar zijn dat er hier midden in dit gebouw een boom staat? Ja. Nou, dat is dus eigenlijk allemaal in de tijd. Door met name NNB, die daar juist dat menselijke en dat groen in wil. Er zijn er dus enorme tuinen gemaakt. Dus ook als je het grondstuk kijkt wat dit beslaat, daar zit dus gewoon heel veel groen. En het is ook eigenlijk bedacht dat de trekvogels die uit het landelijk gebied komen naar de stad toe, dat ze hier een tussenplek kunnen hebben. Dus er is gewoon helemaal over nagedacht hoe dat groen rondom dat gebouw zit. En dat vond ik er wel heel bijzonder aan. Leuk. Dank. Ja, Sjoerd, is nog een popelen. Het thema is natuurlijk duurzaam werkende stad. En dat is niet overal heel, heel heftig aan bod gekomen volgens mij nu. Maar wat ik wel heel tof vind van Tripolis is qua duurzaamheid. Even los van dat we de gebouwen hebben laten staan waarmee je dus een berg CO2 bespaart. Als je dat zou slopen en weer opnieuw zou moeten bouwen. Is eigenlijk die nieuwbouw in samenwerking met die oudbouw is opnieuw gecertificeerd. En heeft certificaten gekregen als een van de duurzaamste gebouwen van Europa. Dus dat heeft met BREEAM en WELL te maken. Nou, dat is misschien iets te technisch voor hier. Maar dat is een ongelooflijk mooi resultaat geworden. En dat is eigenlijk wat er dan nu gebeurd is tijdens de bouw. Maar waar wij eigenlijk heel veel vernieuwing in aanbrengen, is dat we het gebouw ook heel erg goed monitoren tijdens de exploitatie. Dus we hebben, dat is wel weer een nieuwe technologie, maar sensoren in de plafonds hangen. En wij sturen bijvoorbeeld die lucht naar mensen toe, waar ze ook echt daadwerkelijk zitten. Dus het wordt gewoon gekeken waar de mensen op dat moment zijn in het gebouw. En er wordt er niet gewoon klakkeloos overal in die gebouwen lucht naartoe gestuurd, maar dat wordt precies gestuurd naar waar op dat moment lui zitten. Maar die informatie die gaat bijvoorbeeld aan het einde van de dag ook via de facility managers naar het schoonmaakteam toe. Dus die, zeker met thuiswerken nu, heb je gewoon die gebouwen, die hebben niet altijd meer 100% bezetting. Er zijn dagen waar het 50 of 40 of 30% bezet is en dagen waar het 80 of 90 of 100% bezet is. Dus die schoonmakers die weten, oké, moeten we deze verdieping of die toiletgroep wel of niet schoonmaken? En als ze dat niet hoeven te doen, dan scheelt het weer schoonmaakmiddel, scheelt weer tijd, het is efficiënter. Dus ook in die operatie hoeven dus ook niet die installaties continu dat hele gebouw maar te voorzien van frisse lucht en de installaties aan te staan. Maar het wordt tailor-made gemaakt op eigenlijk waar de mensen zijn en hoe het gebouw wordt gebruikt. Dus het is niet alleen duurzaam in de bouw en met alle certificaatjes van dien.
maar ook gewoon gedurende de weg dat het gebouw gewoon zijn leven heeft. We hebben een app gemaakt bij het gebouw, waarmee je dus live kan zien hoeveel energie het gebouw verbruikt. Maar niet alleen wat jij gebruikt, of wat het hele gebouw verbruikt, maar je kan het ook per verdieping kan je het zien. Dus dan kan je dus een soort battle gaan doen met de verdieping boven je. En dan kan je dus per maand zien van, hey, wij winnen of wij gebruiken het gewoon energie-efficiënter dan vorige maand of duurzamer dan een andere verdieping. En gebeurt dat ook? Dat gaat nu gebeuren. Het gebouw is nu net in gebruik genomen. Maar daarmee betrek je dus ook echt iedereen erbij. Dus niet alleen maar, oké, we hebben een lekker certificaatje, iedereen holla die en we gaan er weer op normale voet verder. Maar je maakt eigenlijk iedereen die dat gebouw gebruikt bewust van, kom op jongens, we moeten energie besparen. We moeten zo min mogelijk elektriciteit gebruiken in het gebouw. En op die manier proberen we er iedereen in te betrekken. Dank. Rob, wil jij nog een paar famous last words? Laatste woorden. Wat ik het mooiste eigenlijk vind aan dit ontwerp is toch wel dat we in hout gebouwd hebben. Dat we het lef hebben gehad om die keuze te maken. Het was een hele bijzondere tijd, maar dat geldt eigenlijk voor jullie allemaal. We zijn in de tijd van corona zijn we gestart. En we wisten eigenlijk niet wat er ging gebeuren in de wereld. We wisten ook niet wat er ging gebeuren met de kantoren. Mensen werkten thuis. We hebben zelf het ontwerp voor een heel groot gedeelte van achter ons laptopje in de huiskamer gedaan. Maar dat we toch op dat moment voor hout gekozen hebben en de uitwerking die dat nu heeft, daar ben ik heel trots op. En ik denk dat ik, het is mijn eerste keer ook in houtbouw, dat ik misschien wel de grootste ambassadeur van houtbouw ben geworden. En ik kan het iedereen aanbevelen om ook met hout te gaan bouwen, want het is een fantastisch materiaal. En het slaat niet alleen CO2 op, maar het blijft ook altijd beschikbaar. En we weten dat als je in staal en beton blijft bouwen, ja, dan zijn we deze eeuw zijn we op een gegeven moment door de grondstof heen en dan houdt het op gewoon. Dus mijn pleidooi is bouw in hout. Dankjewel. Dank jullie alle drie. Nog een hartelijk applaus voor de opdrachtgevers van de drie genomineerde projecten. En straks komen ze nog een keertje terug samen met de architecten voor vragen die jullie mogelijkerwijs in het publiek hebben. Maar eerst hebben we nog een ander feestje. En daarvoor wil ik graag Enes Dedeïts, Desiree Snijder en Jasper Nachtzaam naar voren roepen. Jullie mogen alle drie een microfoon en een tafeltje pakken. En geef ze maar een hartelijk applaus, want zij hebben iets heel bijzonders gedaan. Want we vieren dit jaar van alles en nog wat. Maar we vieren ook dat we dit jaar voor de 10e keer een publieksjury hebben. En de publieksjury is voor de Amsterdamse Architectuurprijs extreem belangrijk, omdat de vakjury kijkt heel erg vanuit een blik vanuit het vak. Ook heel erg met de vakgemeenschap op de achtergrond. En die hebben voorspelbare set van criteria waarop ze beoordelen en hoe dat gesprek gaat. En wat het leuke is van de publieksjury, en zo noemen we ze eigenlijk ook altijd een beetje, is dat ze eigenlijk de blinde vlekkenvakkers zijn van die vakjury. Dus alles waar je als ontwerper, opdrachtgever, aannemer misschien niet bewust van bent, wat je niet ziet gebeuren of waarvan je niet weet hoe belangrijk het is, dat wordt bijna altijd en vrij feilloos wel opgepikt door de architectuur of de publieksjury. Dus die zijn heel belangrijk, die prijs is ook heel belangrijk. En jullie waren alle drie in een ander jaar lid van de publieksjury. En ik denk dat we van elk van de gebouwen ook beelden hebben. Ik wou bij jou beginnen, Desiree. Want jij was de eerste publieksjury in 2015. En toen had de vakjury klussen op de Klarenstraat tot winnaar verkozen. Maar jullie verkozen het Artistplein van Michael van Gessel onder andere. Weet je nog hoe dat ging? Kun je daar eens over vertellen? Hoe ging dat proces? Wat was voor jullie belangrijk? Hoe hebben jullie gekeken naar die gebouwen? Ik vertelde het al kort in het begin. Dat daadwerkelijk in de publieksjury, we hadden een enorme discussie. En wel tussen deze twee. En we kwamen daar eerst ook echt niet uit. En met name was ik heel erg hiervoor. En de andere voor Artis. Waar ik ook niet tegen was. Maar ik vond het zo toonaangevend en pionier voor wat op dat moment qua collectief particulier opdrachtgeverschap in Amsterdam gebeurde. Nou ja, uiteindelijk zijn we wel ook met mijn absolute 100% stem bij Artis uitgekomen. Voor, ik bedoel, pracht en praal dat gewoon de mensen van de stad of ook bezoekers weer een stukje stad toegekend wordt, gegeven wordt.
een plek die de kwaliteit van zijn zo omhoog haalt qua rustige plek. Nou ja, heel veel voor te zeggen. Dus daar sta ik zeer achter. En vervolgens toen de vakjuryprijs, zal ik dat ook vertellen? Ja, doe, doe. Bekendgemaakt werd, wat dan dus ons ander project was. Zei de vakjury dat zij enorm in discussie waren tussen deze twee. Dus uiteindelijk hebben we elkaar echt aangevuld daarop. Ja, en dat heeft toevallig goed uitgepakt. Want dat gaat inderdaad zo dat de publieksjury en de vakjury blijven natuurlijk tot het allerlaatst gescheiden. En pas als de definitieve keuze gemaakt is, dan pas horen ze wat de andere jury heeft gedaan. Maar het is eigenlijk elk jaar zo dat dan een van de twee juries zegt van, ja, maar als wij nou deze doen, kunnen we toch even checken wat ze daar aan de andere kant aan het doen zijn. Dan dat we alles beoordelen, maar, of iedereen belonen. Maar nee, zo gaat het dus niet. En dat is in dit geval dus goed gegaan. Ja. Leuk. Jasper, jullie hadden twee vrij uiteenlopende winnaars in 2017, dus twee jaar later. Ja. De vakjury koos de tijdelijke rechtbank als een soort van trendsetter in demontabel bouwen, in tijdelijke eigenlijk ook kantoorbouw. Mm-hmm. En jullie kozen voor Crystal Houses. MVRDV, dat hebben ze al gezien vandaag, dus dat is dubbel leuk. In de PC Hoofdstraat. Ja. Hoe ging dat proces? Wel, om het deelnemersveld nog ietsje te vergroten, naast deze was bijvoorbeeld de Adam Tower, hè, de toren aan, aan het IJ. Daar hebben we ook nog lang over gesproken. En uiteindelijk hielden we Crystal Houses over, samen met het voorzieningengebouw van de Noord-Zuidlijn, waar ook een OV-personeel wachtpunt is, hè, aan de Leeuwardenweg. Heel lang zaten we te dubben en uiteindelijk, ik heb het juryrapport er nog even op nageslagen, hebben we toch gekozen hiervoor vanwege de, ja, de innovativiteit, tot een verbeelding sprekende ontwerp. Hè. Terwijl we het bezochten, kwamen er allemaal mensen voorbij in de PC Hoofd en toeristen en iedereen pakt zijn telefoon erbij om daar een foto van te maken. En dat heeft ons uiteindelijk ook over de streep getrokken. En dat kwam ons uiteindelijk nog te staan op enig nauw verholen misprijzen van, ik geloof dat hij de prijzen in de tijd uitreikte, de aap. Branimir Medic. Oh, ja, van de C. En ja, hij, ik geloof, maar ik wil hem recht doen. Dus, oh. Dus, nou ja, ik bedoel, hij is hier niet om zich te verdedigen. Maar ik had de indruk dat hij toch vond dat wij ons enigszins hadden laten beïnvloeden door imponeerarchitectuur van het groot kapitaal. En dan ook nog in de PC Hoofdstraat. En dat vonden jullie duidelijk niet? Nee, wij hebben inderdaad voor architectuur met een visueel statement gekozen. En wel overwogen, dus ik sta nog steeds achter de keuze. Ja. Leuk. De derde, Enes, 2020. De vakjury koos het Trippenhuiscomplex van Office Winhof. Een renovatie, transformatie en nieuwbouwproject aan de Kloveniersburgwal. En jullie kozen voor Rhapsody. Hoe ging toen de keuze? Ja, dat ging niet heel makkelijk, weet ik me nog te herinneren. Terwijl de vakjury al lang klaar was en op jullie terras nogal lekker in de zon, want de biertjes stond, zaten wij heftig te discussiëren. Oh. Want ook bij ons was Artis in het spel. Dat was het apenverblijf van Enzo Valerio. Ja. Daar prachtig gedaan. Twee van ons waren daarvoor en een derde niet. Dus daar hebben we erg lang over gedaan. En op een gegeven moment dreigde de avond, de zon zakte al. Dachten van nou, we moeten toch een unaniem oordeel vellen. En toen hebben we het over een andere boeg gegooid. Kijk, wat bij beide heel belangrijk was voor ons is dat het mensen bij elkaar brengt. Er was een van de genomineerden in de Fokke Simonsstraat. Prachtig ontwerp waar de oude architectuur een soort van gespiegeld werd in iets heel nieuws. Maar dat was bestemd voor verhuur. En we hoorden al dat daar veel experts in zouden komen. Als publieksjury kun je dan niet zeggen, nou, dat is iets voor het publiek van Amsterdam. Dit daarentegen, en daarom sta ik, maar net zoals het apenverblijf, maar ik sta zeker ook achter deze keuze. Het brengt deze buurt samen. Dus het is niet alleen voor de mensen die er wonen, maar de huurders participeren in die omgeving en de buurt ook. Dus dat het dat zo'n nieuwe plek gedeeld wordt door iedereen, dat was erg belangrijk. Overigens was ik wel blij om te horen wat de
vakjury had gekozen, want dat was een van mijn top drie. Maar wel eentje die ik als eerste had geofferd aan de discussie. Maar dat, zo ging dat toen. En je staat nog steeds achter deze keuze, nog steeds Rhapsody. Dat was, absoluut. Dat was de absoluut, keuze. Ja. Leuk. Ja. En als jullie dan nu vandaag deze drie projecten zo voorbij hebben zien komen. Hè? Ik bedoel, we mogen de winnaar natuurlijk pas bekendmaken 25 april. Maar jullie hebben natuurlijk drie presentaties gezien. Wat anders is dan er echt geweest zijn. Maar zouden jullie durven zeggen, ieder voor zich uiteraard. Van wie zou je persoonlijke winnaar zijn van vanavond? Jasper. Voor mij zou dat het Zandkasteel zijn. Want ik heb natuurlijk heel goed geluisterd naar alle bijdragen hier. En het zijn allemaal bijzondere gebouwen natuurlijk. Ik hou wel van dat kortenstaal van de Zwarte Hond. Hè, en ook dit gebruik van die sheddaken. Behalve functioneel natuurlijk ook een knipoog naar de industriële bouw van 100, 120 jaar geleden. Het verbindende en beschermende karakter inderdaad van Tripolis vind ik ook een heel mooie werking. Afgelopen zomer was ik op straat rondom het Zandkasteel. En inderdaad, het gebouw doet iets met je. Als je niet goed oplet, heb je niet helemaal door waar de straat ophoudt en het gebouw begint. En ik ben geloof ik niet heel erg origineel als ik het zo zeg. Maar je krijgt ook een beetje het gevoel alsof het zichzelf heeft opgerezen vanuit het landschap. En daardoor gaat het de verbinding met je aan. Dus vandaar dat het mijn keuze is. Ja. Dank. Nou, Zandkasteel, een officieuze winnaar hebben we dan bij deze bepaald. Jij bent environment manager in het dagelijks leven, ja, toch? Ja, klopt, ja. Omgevingsmanager. Oké, okay. Ja. Oh zo. Dus in die zin is het Zandkasteel wellicht ook dicht bij het soort werk. Ja, nou ja, ik zorg voor de verbinding van binnen van de projecten. Ik werk bij een aannemer die wij uitvoeren. En de buurt. En om het zo makkelijk mogelijk te maken voor de buurt, terwijl wij daar aan het werk zijn, dat men toch gewoon kan doorgaan in de dagelijks gang van zaken. En dus ja, voor aannemers is het nog wel eens lastig om te voelen hoe dat nou precies is voor mensen buiten. Hoewel zij natuurlijk ook gewoon in een buurt wonen. Maar van ja, goh, wij moeten even die weg maken. Dus dat snappen die mensen wel. Daar stappen ze heel makkelijk overheen. Ik probeer dat wat zachter te doen landen. Juist. Heen en weer eigenlijk. Juist. Desiree, durf jij een winnaar aan te wijzen van de avond? Nee. Ik heb wel wat te zeggen. Zelfs dat levert een applaus op, dus dat gaat goed. Waarom niet? Nou ja, ik met name puur persoonlijk. Ik ben gewoon een aantal jaren heel weinig thuis geweest. En ik vind architectuur hangt altijd samen met de hele stad. En daarvoor ben ik te weinig up-to-date. Puur afgaand op wat ik vanavond heb gehoord, verdient Zandkasteel voor mij zeker een extra attentie. Vooral, denk ik, met het behouden van de opmerking van een architect die zegt van de bescheidenheid en toch alles nieuw herwaarderen. Zo, die combinatie. Mooi gezegd. Dan val ik als een blok voor nieuwbouw van Alliander, van Erik. Houd mijn ding, maar het gaat niet om mij. Maar goed, dat algemeen zou ik als positief zien. Ik zie dan ook al het helemaal begroend zijn. Het licht, hoe dat erin vloeit, de verschillende functies. Dus valt wat voor te zeggen. Ik snap de nominatie. Ik zou, als ik op vandaag af zou gaan, dan toch Tripolis kiezen. Helemaal niet mijn ding. het eerbetoon aan Aldo en Hanna van Eyck. En daarin dat complexe gebeuren met de snelweg. Nou ja, enzovoorts. Dan is mijn spreektijd op. Nogmaals, dat is dan niet zo. Dat zou ik nu doen, maar ik zou zeker een nacht over willen slapen. En vooral de bewegelijkheid die ik in dat hele Tripolis, dat spreekt voor mij heel erg tot de verbeelding van gebruik. Dank. Enes, ik zag jou ratelen. Oh, wat zal ik zeggen? Wat zal ik kiezen? Heb jij een beslissing genomen? Absoluut, die had ik ook al daar genomen. Ah. Dat is niet makkelijk, want ik vind het fantastisch hoe de twee deelnemers echt een geslaagd zijn om een stuk architect,
architectuurhistorie te preserveren. En ook twee enorm complexe gebouwen, mag wel gezegd worden, in gebruik. Niet de uitdagingen uit de weg zijn gegaan om te zeggen van nou, daar gaan wij gewoon iets van maken dat bij deze tijd past. We hoeven het niet te slopen, het hoeft niet nieuw te zijn. We gaan het herbestemmen. Dat is fantastisch goed gelukt. Ik ben het absoluut eens met wat er daar werd gezegd. Bouwen met hout is echt het bouwen van de toekomst. Dat moet veel meer gedaan worden. Dus daarom ben ik erg onder de indruk van de rode hond. Maar om even in te haken... De zwarte hond. Nou ja, het rode gebouw van rood, de zwarte hond. Dat was gewoon dat is gezegd. Ja. Maar in haak het op wat ik net zei. Hoe gebruiken we de schaarse ruimte die we hebben en die steeds schaarser wordt? En hoe breng je mensen bij elkaar? Ik denk niet dat we nog de samenleving zijn van daar is je werk en daar is het entertainment. En daar bouw moet gecombineerd worden. En net zoals natuurlijk OMA heel mooi met de Rotterdam in Rotterdam hebben gedaan. Waarin alles in één zit. Een soort... lokale stad heeft het Zandkasteel is daar in zekere zin ook in geslaagd. Dus ik zou voor het Zandkasteel gaan. Kijk, dankjewel. Dankjewel voor jullie wijsheid destijds en jullie gepassioneerde overwegingen van vandaag. Desiree, ik zie nog een vinger. Ja, ik wil toch nog een lens spreken voor Alianda, want dat het nu al zo geconstrueerd is dat het anders gebruikt kan worden, dat zou ik zeker voor een eigen nieuwbouw ook doen. Dus dat moet ik nog doen. Nou, jullie houden het spannend, want er blijft dus nog duidelijk heel veel om over te discussiëren. Een heel hartelijk applaus. Dank jullie wel. Jasper, Desiree en het. Nou, en dan zijn we eigenlijk al een beetje aan het einde van deze avond. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die vragen willen stellen. Als dat het geval is, roep ik iedereen naar voren. Dus mag ik vingers zien als er vragen zijn? Ja, heel goed, fijn. Nou, mag ik dan alle architecten en alle opdrachtgevers naar voren? Niet de publieksjury helaas, maar wel de architecten en de opdrachtgevers. Want dan kunnen we jullie allemaal nog een keer bij elkaar zien. Pak ieder je eigen tafeltje. Je mag ook mixen als jullie dat leuk vinden. Loop jij daarheen? Top. Nou, dan zijn we heel benieuwd. Jij houdt hem vast, hè? Is hij al aan? Ja, hij is aan. Ik heb een vraag over Tripolis. Een van jullie tweeën zei van de verhuur was in een heel vroeg stadium van het gebouw al een probleem. Voor zo'n mooi en elegant gebouw ben ik heel benieuwd. Wat was het probleem en wat hebben jullie eraan kunnen doen? Dus hoe hopen jullie de herhaling te voorkomen? Ja, zal ik die even starten? Kijk, ik denk dat it's fair to say dat gewoon de uitstraling van het pand, de moderne kantoorgebruiker, dat niet helemaal op elkaar aansloot. Hè. Dus het hout was voor een deel vergaan. Het was niet goed onderhouden, ook het park en het gebouw. De kleuren op de gevel die waren ook wat verwassen. Hè. Dus dat was de frisheid ontbrak. Dus dat was denk ik puur de uitstraling. Maar ik denk het grotere issue voor echte kantoorgebruikers zat hem in de combinatie van die meanderende gevel, dus dat het niet recht is, of dat je om vergaderruimtes en kamers te maken, is dat niet makkelijk. Nu kan dat nog wel met een meanderende gevel, bijvoorbeeld bij het Zandkasteel heeft dat het bijvoorbeeld ook. Alleen wat bij Tripolis heel lastig was, is dat in combinatie met die meanderende gevel zaten de trappenhuizen en de toiletten en de liften op hele... ja, blokkerende plekken eigenlijk op de vloeren. Dus je had eigenlijk altijd als je dat gebouw inkwam en je ging naar een verdieping, dat maakte dan eigenlijk niet zoveel uit waar. En je kwam een lift of een trappenhuis uit, dan was je compleet gedesoriënteerd. En had je nooit een zicht, een bepaalde kant op, dat je een stuk een beetje open vloer zag. Hoeveel mensen nu graag willen werken. Dus niet meer allemaal verkamerd, maar wat meer open in grotere werkplekken. En eigenlijk was dat een knoop die bijna niet te leggen was als je niet iets nieuws deed met een gebouw. Dus wat wij hebben gedaan is die vloeren, die trappenhuizen, niet allemaal, maar een aantal vluchttrappenhuizen en liften en toiletten, die hebben we eruit gehaald en die hebben we juist naar de nieuwbouw kunnen brengen. Waardoor de Tripolis oude vloeren eigenlijk veel meer open werden. Dus alle moeilijke dingen hebben we naar die nieuwbouw gehaald, waardoor die Tripolis vloeren eigenlijk wel natuurlijk die ronde en meanderende vorm aan de buitenkant hebben behouden. Maar wel open en transparant en nog meer op die ontmoeting gericht. Veel beter functioneren nu. Leuk.
Wie heeft er een vraag voor bijvoorbeeld Zandkasteel of Aliander? Nee. Jawel, jawel, echt wel. Nee, maar voor de Aliander. Over Aliander. Ja, nee, ik heb een hele actie vraag. Ik ben heel geïnteresseerd in de houtconstructie. Eén, hebben jullie dat nou ontwikkeld samen met de houttoeleverancier? En welke houtsoort is het geworden? Nou, we hebben het vooral uitontwikkeld en bedacht samen met de constructeur. En tijdens de technische uitwerking kwam de houtfabrikant erbij. En die heeft vooral hun expertise ingebracht hoe we het slim in elkaar kunnen zetten. Vooral, hè, dat gaat vooral over de bouwplaats die veel meer een montageplaats wordt. Hoe we slim, hè, lengtes kunnen maximaliseren om het transport te beperken. Dus dat is vooral de samenwerking geweest al vroeger in een normaal ontwerpproces. Hè. Ga je pas nadenken over de constructie rond het definitief ontwerp. En dat hebben we hier eigenlijk al na het schetsontwerp in het voorlopig ontwerp gedaan. En dat is vooral samen met de constructeur die veel ervaring heeft met houtbouw, samen sparren en kijken hoe we slimme verbindingen kunnen maken. En ja, uiteindelijk is het allemaal Europees hout, vooral vurenhout uit Scandinavië en Duitsland. En hebben jullie dan ook de constructeur daarop uitgekozen? Ja, en vooral ook op het feit dat we heel goed met elkaar kunnen samenwerken. Dus dat is bijna nog belangrijker dan dat hij heel veel ervaring heeft in hout. Maar dat we wel als een team, hè, Rob vertelde ook, het was midden in corona. Hè, dus we zaten allemaal achter de computer. Dus je moest heel erg als een team opereren om dit soort dingen proberen uit te vogelen. Ja, dat is IMD uit Rotterdam. Ja. Samenwerking met de opdrachtgever is superbelangrijk. Ja. Maar de onderlinge samenwerking tussen constructeur, architect en installateur is ook extreem belangrijk om een goed gebouw te krijgen. Dus ja, en uiteindelijk met Dura Vermeer ook, die het gebouwd heeft, hè, ja, ontwikkelt zich dat ook in het hele proces zich door. Ja. Dank. Mooi antwoord ook. Zijn er nog meer vragen? Ja, toch wel. Even met de microfoon erbij. Ik heb toch wel een vraag. Eigenlijk ben ik hier gekomen met de hoop op de uitkomst of ik nou voor of tegen het Tripolis gebouw zal zijn. Ik weet het nog niet helemaal. En ik heb Aldo van Eyck meegemaakt en ik heb ontzettend veel bewondering voor MVRDV. En elke keer als ik er langs rij over de A10 krijg ik toch wel een heel ongemakkelijk gevoel omdat ik het nog niet weet, omdat ik een soort van boosheid over me heb. En dan denk ik aan Aldo van Eyck die zo boos kon worden. Dan had hij het over pure unmitigated hatred. Had hij het dan. En ik vraag me af, wat zou hij daarvan gevonden hebben? Jullie hebben natuurlijk met, ik denk dat er maar één iemand Julian is die vraag kan beantwoorden. Ja. Eigenlijk. Max, wat denk je? Want zij mogen het niet zeggen. Wij weten al wat zij gaan zeggen. Wat denk jij dat Aldo van Eyck zou hebben gevonden van Tripolis? Ja, dat de opdrachtgever en de architect een beetje brutaal zijn geweest. En ik wist niet van hoe jullie het ontwerp hebben gepresenteerd. Zal er meer voor de opdracht zijn geweest, denk ik. Maar als ik telkens langs rij en je had het zo even erover. Ja, als je langs rijdt, ja, gelukkig zijn er heel veel files. Dus je kunt af en toe naar rechts kijken. Anders zie je natuurlijk niet. Maar waar ik zelf moeite mee heb, maar dat is mijn persoon, is alsof het lijkt dat jullie Aldo van Eyck in een etalage hebben geplaatst. En ja. En zou Aldo dat zelf ook gevonden hebben, denk je? Ja, dat. Ik denk dat Aldo. Ja, dat hij daar heeft van gezegd, dat moet je niet doen. We gaan samen tot een andere oplossing komen. Nu niet zeggen dat het slecht is, hoor. Zeker niet. Maar dat is een beetje mijn opvatting van die enorme wand. En nogmaals, ik rijd ook vaak. En je kunt daar gelukkig niet meer dan 50 kilometer per uur reizen. Dan kan ik rustig naar rechts kijken. Even, ja, en dan zie ik Aldo daar in die etalage liggen. Denk van.
Dan ben je er al in geweest ook? Denk aan die film. Aan die film van Chocolat, weet je wel. Dat die burgemeester daar gewoon in de etalage veel chocola heeft gegeten en dronken werd van... Wat ik wel kan vertellen, bij de nominatie van dit project hebben we het natuurlijk ook lang over gehad. Juist omdat er zoveel overal gezegd was. Dus nou, we gaan het niet alleen maar nomineren om het nomineren. We willen wel dat er absoluut ook kwaliteiten te formuleren zijn. En het interessante was, dat kregen we ook terug van de jury, maar vooral ook uit de tweede bus, zeg maar, de legendarische tweede bus die de volgende week bij is, hier in de uitzending, dat het zo'n verrassing is. Als je binnenkomt, dat je echt iets heel anders ziet dan wanneer je er van de buitenkant langs komt. Wat ik wel boeiend vind, of je nou mooi of niet mooi vindt, maar er ontstaat een gesprek. En dat vond ik ook wel interessant van die dame op de Weesper, wat is het, Weesperstraat. Kijk, wij zitten nog wel eens op het terras. Michelle, bij Jeannette. Ja, een dame toch? Ja, zeker. Ja. En we zitten nog wel eens op het terras bij Westerdok. Hè? Kun je mooie architectuur vinden of niet, maar er zit zo weinig kleur in. En al die mensen op het terras, die kijken helemaal niet naar die gebouwen, omdat er geen... Ja, er is niks. En als je nou elke stramien een eigen kleur geeft, dan ontstaat in ieder geval een discussie. En dat vind ik eigenlijk zo interessant, hè? Bij die Weesperstraat. Dat honderdwasser, ja, kun je mooi vinden of niet, maar mensen gaan er naartoe. Mensen vinden het mooi, mensen blijven hangen, die gaan niet na een uur naar huis. Bij al die vriendenlokaars ben je snel vertrokken. Dus, maar dan ontstaat het gesprek. En dat vind ik eigenlijk ontzettend belangrijk, dat het gesprek weer ontstaat. We zijn het een beetje kwijt. In de tijd van Hersbergen, nou ja, Frank zei net ook al met Aldo van Eyck, Carl Weber en Hannie van Eyck natuurlijk. Ja, dat waren felle discussies. En niet om elkaar af te maken, maar dat men ging ergens voor. En nogmaals, kun je mooi vinden of niet mooi vinden, vind ik eigenlijk nog niet zo belangrijk, want heel veel mensen vinden dat mooi, heel veel mensen vinden dat mooi. Maar het gaat om het gesprek, het gaat om de ontmoeting. En als je ontmoeting plaatsvindt, dan kom je dicht bij elkaar. Dankjewel. Helpt dat u in uw keuze uiteindelijk? Ik zal me blijven verwonderen elke keer als ik er langskom. Heel goed. Dat lijken me prachtige woorden om mee af te sluiten. Niet alleen dit deel. Oh, loop een keer naar binnen, want het is een openbare route. Dus ja. U bent welkom. Nog één vraag en dan gaan we afronden. Nog één laatste ding over de etalage. Is het wel echt zo erg dat Aldo van Eyck in de etalage ligt? Want we hebben gehoord, dat weten we allemaal, dat het gebouw was lang in verval, de kleuren waren vervaagd, het stond lang leeg, niemand keek er naar om. Eigenlijk geraakt het een beetje in de vergetelheid. En nu kijkt iedereen naar Aldo van Eyck opnieuw. Dus is dat wel zo slecht? Het zijn vooral de vakmensen. Want ik weet wel, toen Bonham zeg maar met het zandkasteel begon, toen was Meccano er even bij betrokken, er waren allemaal jonge mensen. Toen hadden we het over Hersberger. Hersberger, wie is Hersberger? Hadden we het over Aldo van Eyck? Nou, dat kennen ze allemaal niet. Maar even terugkomen op je vraag. Ik denk dat Aldo... Het was natuurlijk een man die ook vaak heel boos kon worden. Een paar keer wel meegemaakt op de bouwplaats. Maar dat hij dit... Ik sta niet met hem in contact, hoor. maar dat hij... Nee, dat is niet zijn stijl. Dat is niet zijn stijl, denk ik. Kleine toevoeging daarop. Ik vond het wel mooi. We waren in gesprek inderdaad met Ton Schaap, de stedenbouwkundige. En die zei, ik zie het eigenlijk anders. De etalage-associatie was wel vaker opgekomen. Hij zei, ik zie het eigenlijk als een soort Nederlandse traditie. Normaal gesproken loop je door een straat heen en dan heeft iemand de gordijnen van zijn woonkamer gewoon open hier in Nederland. En dan kijk je rechtstreeks naar binnen. En je zou hier, als je de A10 een stukje uitvergroot tot die lokale straat, inderdaad hier hetzelfde kunnen zien. We maken een raam naar een binnenwereld en je krijgt de kans om een kijkje te nemen. En als je geïntrigeerd bent, dan blijf je misschien wat langer staan. Nee, dat klopt. Zonder een file te veroorzaken. Dat is waar, maar we hebben het over Aldo van Eyck, hè? Ja, exact. En ergens is dat ook het interessante aan de dialoog, denk ik. Ik heb Winnie wel eens gevraagd. Winnie, als ik nu een andere architect zou zijn geweest en ik zou voor een jaartje of 10 een dakopbouwtje op de markt al willen zetten. Hoe moest hij daar dan tegenover? En dan hoor ik hetzelfde antwoord te krijgen als wat ik denk ik hopelijk misschien van Aldo had gekregen. Zo'n gebouw moet kunnen worden, tot leven worden gewekt weer. Als het blijkbaar niet slaagt in zijn tijd, dan moet er iets kunnen worden gedaan aan dat gebouw om het weer opnieuw leven in te wekken. Dus prachtig, zijn jullie geslaagd. Alleen de vraag was anders. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor alle voordrachten, presentaties, voor alle mooie verhalen. Ook de publieksjury, de voordrachten van de Alternatieve Aap.
Jullie in de zaal allemaal. Volgende week zijn we hier weer. Dan gaan we het hebben over betaalbaar wonen in ongewone typologieën. Sociale woningbouw, friendswoningen, coöperaties. We hebben inzittenden van de legendarische Tweede Bus die veel vrijer mogen praten over alle projecten dan de jury zelf. Dat is heel leuk. En we gaan natuurlijk nieuwe alternatieve AAP-voordrachten presenteren. Heel veel dank vandaag en tot de volgende keer. Tot ziens.